De jongen die doodgeschoten is, die woonde op de benedenverdieping. Het is een pand naast ons hier in een woonwijk die onderverhuurd wordt in 10 appartementen. En wat wij begrepen van jongelui die daar in het pand woonden, is dat hij cocaïne gebruikte. Dus het idee denk ik ook dat het daarmee te maken heeft. Maar de dader heeft vanaf de straat de voordeur ingeschoten en heeft hem daar doodgeschoten. Ik ben zelf oud politieman, dus ik ben best wel wat gewend. Maar wat mij met name bezighoudt, is dat je in een normale woonwijk, waar gezinnen met kinderen wonen, waar mensen s'avonds de honden uit kan laten, nu al op je teller moet gaan passen, omdat er een pand wordt verhuurd aan iedereen die er maar in wil komen. Want het gaat alleen maar om geld. We hebben de wijkagent een paar keer gebeld, maar ik snap het ook wel. Je bent natuurlijk zo druk met zoveel zaken. Ik denk dat de verantwoording ligt bij de eigenaar van het pand. En ik hoop van harte dat nu de gemeente ook ziet dat ze gewoon zo'n vergunning van zo'n pand in moeten trekken. We zijn druk bezig met ons onderzoek en die meldingen die zijn ons ook bekend. En alles wat relevant is voor ons onderzoek, dat zullen we zeker meenemen. En des te belangrijker is het ook dat mensen dit soort zaken aan ons melden. Alle informatie die ons daarbij kan helpen is natuurlijk welkom. Denk daarbij aan tips uit die nacht zelf. Of misschien zijn er wel mensen die camerabeelden hebben in de omgeving. En denk daarbij dan ook aan een videodeurbel.